mij. Echt kantje boord, hadden gelegen, had bijna in de toestand van in coma raken. Dus ben ik achter mijn computertje gedoken. Ik was zo lekker op mijn computertje bezig en ik hoorde toch een raar geluid. En ik kon niet helemaal thuisbrengen wat dat nou precies was. Willemijn! Nou, daar trof ik dus mijn vrouw op de grond aan. Willemijn, wat de fuck is er aan de hand? Nou ja, dan gaat er wel een schrik door je heen, zo van wat is hier aan de hand? Nou, ze lag op de grond met de benen half in de douche. Willemijn! Ja, op dat moment weet je even niet wat je moet doen. Willemijn! Je bent in eerste instantie eigenlijk in shock. En ze had een paar keer dat ze een soort van schok door erheen kreeg. Dat ze wel even bewoog. Ja, het leek wel een soort van epileptische aanval, lijkt het eigenlijk wel. Ik had zoiets van, nou, dit is niet goed. Ja, het was zo'n kleine ruimte dat je toch zoiets hebt van... Ik moet haar uit die ruimte zien te krijgen om in ieder geval wat lucht te creëren. Ja, ik wilde gelijk handelen, dus ik heb haar als eerste uit de douche gehaald. Het zag er gewoon heel eng uit, lijkbleek zag ze. 112, wie wilt u spreken? Politie, brandweer of ambulance? Ambulance alstublieft. Mevrouw is onwel geworden onder de douche. Ze reageert nergens meer op. Ze schokt en er komt allemaal schuim uit de mond. Kunt u vertellen waar u bent? In ons huis. De ambulance moet echt snel komen, dat gaat niet goed. Ze zijn onderweg en kunnen elk moment bij u zijn. Dus vervolgens heb ik mijn schoonmoeder gebeld. Oh, Willemijn. Ja, goed, en inmiddels werd eraan gebeld. De eerste broeder die binnenstapte, de ambulancebroeder, daar ging gelijk het koffertje vanaf. Is dat gevaarlijk? Wat is het? Ja, ze is hier! Ik blijf bij haar! Willemijn, ambulance, kun je je ogen open doen? Doe je ogen eens open? Ik voelde me op zich wel goed. Alleen beeld was dus wazig wat ik zag, maar ik had nergens pijn. En links van mij zag ik mijn moeder en Martijn zitten. Nou ja, je bent nog een beetje in twijfel van... Nou, hopelijk zijn we er nu met een sister afgekomen. Of gaan we hier nog iets aan overhouden? Althans, Willemijn dan. Nou ja, goed, dat moest dus gaan blijken in het ziekenhuis.